It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chess. Vandaag spelen we een potje Team Deathmatch op de map Combat natuurlijk. En we gaan spelen met de Kudas en Machine Gun. Maar ik heb weer andere testbeurt opgezet. Vergeleken met de video van gisteren. Want gisteren had ik er een Extended Mac en natuurlijk de Reflex opstaan. En nu ga ik spelen met in plaats van Reflex ga ik Rapid Fire opzetten. Dus we gaan kijken of we een chill potje daarmee kunnen gaan neerzetten. Ik speel met de UAV, Lightning Strike en de Hater en de Ruin Specialist. Daar heb je ook in de thumbnail kunnen zien. Alleen ik heb er niet zo heel veel aan, want ik kan hem natuurlijk niet inkallen met mijn scuff die nu kapot is. Dus ik verander hem gewoon eventjes als verandering, als poppetje. En ik moet toch een beetje verandering hebben in mijn video's. Dus vandaar dat ik het doe. We gaan kijken dus. Of we zo'n chill potje neer kunnen gaan zetten. En dit begint, doh. Wauw, dan ga ik dood door zo'n jammerige teringcamper. Maar goed. Dat kan gebeuren. Ik weet dat er ook daarin zit, maar ja. Fucking hell, man. Wat zijn er voor campers nu al? Dit zijn echt hele erge campers, hoor. Hier kan mijn teammate er ook wel wat van. Deze lobby, jongens. Deze fucking lobby. Oh nee, fucking hell. Ik pleur eraf. Ah. Wat een rita ben ik. Oké, jongens. Het begin ging goed. Maar nu gaat het wat minder goed. Kom in mijn rug. Oh my god, get turned. Ik weet nu al wat de titel is van deze video. Ergste camp lobby ooit. Jongens, jongens, jongens. Had ik nu maar wel mijn crafty spikes kunnen gebruiken. Oké, ik ga slijm naar binnen en ga ik gelijk omdraaien. Bitch! Bitch! Niet hier spannen, bitch. Anders had ik echt fucked geweest. Maar dat doen ze niet. Spannen ze waarschijnlijk hier. Bitch! Zo doen we dat. Komt ie. Huppakee. Hebben we onze UAV binnen. Komen ze allemaal hieruit. Dude, nee! Ik ben al door de muur heen! Oh my god, anders had ik mijn lightning strike kunnen hebben. Fucking hell. Jongens, ik ik word zo pissed fucking off in deze match, hè. Enemy down. No man. Ik ben er jammer nog niet door dood te gaan. Zo, beetje later reactie. Ik moet even concentreren of ik wel dood... Jongen, ga toch heen. Wat zijn dit? Echt waar, dit zijn... Mensen die hebben de game net? Echt. Nee, ik wacht even met mijn lightning. Ik moet even mijn UAV inkallen. Dan kan ik kijken waar ze zitten. Oké, 1, 2, 3. Ik gooi hem hier zo. Maar er is niks, maar goed. Oké, 2 kills heb ik ermee. Dus is goed, want ze zitten toch sowieso binnen te campen. Dus vandaar dat ik eventjes die aanzet. Oké, dubbel kill. En dan spannen ze daar weer. Met z'n allen. Dat je één gewoon doorgepusht. Wil zeggen. Please no! Oh my god! What the fuck doe ik? Oké, en dit overleef ik niet. Dit overleef ik natuurlijk weer niet. Dat is de Call of Duty logica weer.
van vandaag. Oh, jongens. Vraag me af of het überhaupt ooit zo'n lobby geweest is die net zo ergens was als dit. Oké, let's go. Moeten we heel snel naar deze kant voordat ze er weer aan komen lopen. Heel snel. Komen ze alweer, Korsen. Ja, zie je wel? Fucking hell, man. Ik hoorde hem aankomen lopen, die ene teammate van hem. Ik heb gewoon... Ik heb 30 kills. We moeten nog één kill maken. Zo, huppakee, jongens. Jullie zijn even hard geowned. Bijna echt letterlijk. Op één iemand na gaat heel het team negatief. Althans, twee iemand na. Die IS Sowell en HRZ Blade zijn allebei positief gegaan. En de rest is allemaal verslagen en negatief geëindigd. Mocht je nog genoten van deze video, laat je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Vergeet niet de video die om 6 en 8 uur vanavond nog te kijken. 50 likes en alles van. En jongens, tot strakjes. Dat had ik al gezegd. Doei!